Yo guys, Job hier, a.k.a. de Tuber. Welkom bij een nieuwe Roblox Meep City. Het is een redelijk speciaal moment, zo zou ik het denk ik wel kunnen noemen. In de vorige aflevering hebben wij ons huis hier in Meep City geüpgrade naar een villa. Geloof het of niet, maar we zijn van het kleinste huisje wat je eigenlijk kunt krijgen in Meep City, zijn wij naar het allergrootste huis gegaan. Het is werkelijk waar bizar. Zoals jullie kunnen zien, wij hebben 1, 2, 3, 4, 5 en hier beneden ook nog een aantal als het goed is. 6, 7, 8, 9... Wij hebben maar liefst 10 kamers in dit huis. En dan tel ik de gangen en de andere dergelijke zoals een trap dus niet mee. 10 kamers in dit huis. En we begonnen geloof ik met een huisje waar 4 kamers in zaten. Waarvan eentje zo klein was dat je het eigenlijk meer ziet als een keldertje of een opslag. Dus 3,5. Dat is echt bizar. Dat is werkelijk waar bijna 3 keer zo groot. Ook buiten is dat te zien. Voor de mensen die dat nog niet is opgevallen, ik ga het jullie even showen. Smash by the way een dikke vette like op deze video. Want dit is mijn nieuwe huis. Voor de mensen die de vorige aflevering niet hebben gezien of meegekregen. Ga die trouwens even checken. Jongens en meisjes, wat gaan wij vandaag doen? In de vorige video hebben wij onze slaapkamer opnieuw ingericht. Ik zal het jullie even laten zien. Waar ook gewoon literally donutramen, een ballenbak, het huisje van Meep, een gaming setup, een enorme tv waarvan alles en nog wat in zit. We gaan even een andere zender opzetten, want ik word echt... Oh, kijk hoe cute. Dat past eigenlijk ook wel bij mij. Want ik ben namelijk zelf een hondje. En zelfs Meep is eigenlijk een zwevend hondenhoofd. Dus... Yay! Ik ben eigenlijk meer een kattenmens, maar hier in Meep City ben ik meer een hondenmens. Oké, nu we dit hebben gedaan, gaan wij dus eens even kijken van welke kamer wij een studio zouden willen gaan maken. Ik denk dat dit daar op zich wel de perfecte kamer voor is hoor. Want ja, we hebben wel een ruime kamer ervoor nodig. Dus we gaan lekker voor deze kamer. Let op jongens en meisjes, dit gaat echt bizar zijn. We gaan sowieso dus eerst even deze dingen ophangen. Deze posters, want die staan een beetje symbool voor de studio. Dat is dus een beetje de studionaam, I guess. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe je het anders zou willen noemen. Alleen hebben we ze verkeerd omgezet. Dat is niet heel erg slim. Hoe horen ze? Horen ze zo? Ja, ze horen zo. Oké, nice. Dan moet ik deze dus ook nog even omwisselen. Even kijken. Hopsakeetje. Jongens en meisjes. We gaan hier een hele mooie studio van maken. Maar echt legit een hele mooie studio. Oké, we gaan die hier ook 3 doen. Dan houden we het wel allemaal even lekker symmetrisch. Iets wat heel veel van jullie waarschijnlijk belangrijk vinden. Oh, wacht even hoor. We hebben iets verkeerd gedaan. Wacht even. Mag ik heel even... Ik heb nu ook gewoon een poster op de vloer zitten. Hè? Alsof het niets voorstelt. Even kijken. Ja, hij staat nu goed. En deze die stond nog niet goed. Maar... die staat nu ook goed. Nice. En de allerlaatste poster op de muur. Let's go. We verwisselen hem even. Hopsakeetje jongens en meisjes. Oké. Dat is het eerste van de studio. Gewoon een aantal posters. Eentje hangt trouwens niet goed. Even kijken. Ja, het is gefixt. Het volgende wat wij gaan doen. Ik wil het even symmetrisch hebben hangen. Hopsakeetje. Het volgende wat wij gaan doen. Is wij gaan dus nu echt beginnen met het inrichten van de studio. Wij hebben 2 enorme lichten. Ik ga die denk ik maar gewoon hier in de hoek neerzetten. Ik denk dat dat op zich wel de beste plek is. Ik zet hetzelfde licht vervolgens hier zo neer. Hopsakeetje. Oh my god, jongens en meisjes. Een Roblox studio. Ik heb het echt nog nooit eerder gehad. Dus ik vind het wel heel erg vet. Dan ga ik die green screen, die zet ik even kijken... hier zo neer. Ja, perfect. En dan zet ik er nog eentje naast. En dat mag dan hier zo zijn. Kan ik zo zeg maar... Oh, dat is echt perfect. En dan wil ik hier eigenlijk een setup voor zetten. Dan moet ik dus eigenlijk nog even een extra setup kopen. En daar horen dan natuurlijk 2 camera's op gericht te zijn. Dus dat zou dan zo moeten. En dan nog een camera hier zo. Even kijken. Nee, wacht even hoor. Ja, zo. Hier een camera... En deze moet dus even recht. En hier een camera. Met natuurlijk de softboxen erachter. Oh my god, jongens en meisjes. Dit is zo epic. Dit is eigenlijk gewoon een beetje de droomstudio die ik in real life zou willen hebben om YouTube mee te kunnen doen. Dat is eigenlijk een beetje wat ik nu aan het nabootsen ben. Kijk dan. Oké, en dan moeten we nog deze dingen neerhangen. Ja, die moeten we dus gewoon, I guess... Hoe verplaats ik die? Oh, die kan ik gewoon zo verplaatsen. Oh shit, man, wacht. Hoe doe ik dat? Hij hangt iets te hoog eigenlijk. Kan ik die nog verplaatsen? Oh ja, nice. Nu hangen ze goed. Bam! Oh my god, dit is amazing. Waar ga ik die tafels neerzetten? Zodat ik gewoon een klein stukje van de studio hierachter zo maken? Plaats ik hier een tafel. Of nee, wacht, dat is helemaal geen tafel. Dat is zo'n stukje waar iemand op kan optreden. Dus dan moet de microfoon, die moet daar natuurlijk op staan. Kijk, bam. En die buzzer, waar dus een jury aan kan zitten, die moet dan hier staan. Bam. We hebben gewoon een eigen studio. We did it. Oh, dit is amazing. Oh, dit is zo tof. Ik ben de jury. Kan ik op de buzzer drukken? Oh, dat kan. Oh, dat is zo tof. Ik kan op de buzzer drukken. Ja, jullie horen de audio niet, maar het kan dus wel. Dit staat geloof ik niet helemaal symmetrisch, maar het komt er dus op neer dat hier mijn setup moet gaan staan. Of ja, eigenlijk hoeft hier helemaal geen setup. Natuurlijk niet. Dit is gewoon waarvoor ik entertainment video's kan maken. Zo voor het greenscreen met twee hele dure camera's op mij gericht. Oh my god, jongens en meisjes. Dit is freaking amazing. Ik kan er niks anders over zeggen. Eigenlijk wil ik wel dat dit nog wat groter is. Dus misschien moeten we meer van die podiums kopen met microfoons erop. En meer van die jurystoelen. Want ik weet eerlijk gezegd niet hoe we het nu meer kunnen inrichten met dingen die hier ook echt passen. Want de rest van de spullen, ja, die passen hier niet echt in een studio. Ik kan natuurlijk deze dingen hier wel hangen. Of ziet dat er heel erg raar uit? Ja, het is echt belachelijk gewoon. Laten we dat alsjeblieft maar even niet doen. Kunnen we deze even weghalen zo? Kan die weg? Mag die weg? Ik wil hem weg hebben, jongens. Kan dat? Het werkt niet. Oké, nou, dan moeten we hem toch maar even ophangen. Dan zetten we die gewoon hiernaast. Kan op zich ook wel weer leuk zijn, jongens. We doen het gewoon even. Hoppakeetje. Pakken we er nog één. En die zetten wij hier zo naast. Bam. Nou, jongens en meisjes, dit is onze huidige studio. Ik vind hem wel heel erg mooi. We hebben alleen nog heel erg veel ruimte over. En de vloer mag van mij wel een andere kleur zijn hier zo. Dus laten wij gaan voor... Wat is echt een studiovloer? Dit vind ik niet echt studioachtig. Dit begint er al meer op te lijken. Candy bricks! Oh, dat is, ja, dit is studio. Of ja, wacht. Dit is eigenlijk... Ja, rood. Rood is het. Ja, dit hoort echt bij een studio. We hebben er nu echt een studio van gemaakt. Amazing. Maar wacht eens even. Zullen we onze slaapkamer dan even wat ook een andere vloer geven? Misschien is dat ook wel leuk. Welke vloer zullen we hier doen? Oh, dit is meer voor een toilet of zo. Ja, dit vind ik wel echt een slaapkamer. Dit is gewoon lekker tapijt, weet je wel. Iedereen houdt van tapijt. Tenzij je Dutchtuber heet en heel erg vaak dingen morst. Dan is dat misschien niet heel erg handig. Maar tapijt is natuurlijk altijd fijn. Ja, nu is dus de vraag. Ja, ik vind onze slaapkamer mag echt nog wel even een beetje extra ingericht worden, hoor. Zullen we gewoon eens even kijken wat we kunnen doen met de spullen die we nu toch al hebben? Dat is bijvoorbeeld deze dingen. Daar kunnen mensen gewoon lekker op zitten. Dat is toch een fantastisch idee. Zetten we er hier eentje neer. En dan zetten wij er hier eentje neer. Bam! Kijk eens aan. Nou, dat is helemaal mooi, joh. Dan kunnen mensen hier lekker zitten. Dat is perfect. Zullen we er dan een tafeltje aanzetten? Of is dit meer voor televisies en zo? Ik geloof dat, maar die kunnen we dan wel heel erg mooi hier zetten, right? Zo, wacht. Ja, die kunnen we dan... Ja, die kunnen perfect hier staan. Eigenlijk moeten we hier een tv opzetten. Dan zou het echt helemaal perfect zijn. Tot die tijd kunnen we misschien die lollies erop zetten. Dat zou best wel leuk zijn. Kan dat? Nee, dat kan niet. Nou, dan moeten we die lollies even laten voor wat het is. Ja, die mogen even weg. Kunnen we er iets anders op zetten? Een lamp kunnen we erop zetten. Dat vind ik wel een leuke. Hopsakeetje. En dan is dat het eigenlijk wel. We hebben nog een kleedje. Kunnen we leuk ergens neerleggen midden in de kamer. Hieronder zo. Vind ik wel leuk. Ja... Oh, dit is het hoor. Ja hoor, jongens. Wij hebben onze slaapkamer af. Het is ook wel handig dat je een beetje loopruimte hebt in het midden van de kamer. Anders is het allemaal zo dicht op elkaar gedrukt. But we did it! We hebben er een hele mooie ingerichte slaapkamer van gemaakt, als je het mij vraagt. En ik ga nu even lekker genieten. Oh, dit is wel echt leuk. We kunnen gewoon hondenfilmpjes kijken terwijl we een hond zijn en een hond als huisdier hebben. Pff, dogception gewoon. Literally, dogception. Ja, oké, we hebben dus nu een slaapkamer. We hebben een studio... Maar we hebben dus nog een epische badkamer nodig. En dan, ik vind deze kamer wel geschikt als badkamer. We kunnen hier dan wel echt een massive badkamer van maken. Like, het is gewoon zo'n grote badkamer dat je gewoon een bocht erin hebt zitten. Dan weet je dat je badkamer huge is, oké? Maar nee, sowieso de studio echt heel erg tof. Ik ben er super blij mee. Oh my god, ben ik een goede zanger, jongens? Meisjes, daar gaan we. What do you mean? Wanneer je ja zegt, maar je bedoelt nee. What do you? Je ziet ook gewoon dat zwevende hondenhoofd hangen. Oh my god, jongens en meisjes, dit is amazing. Zullen we binnenkort eens even kijken of we misschien een makeover zouden kunnen geven aan onze Meep? Of zullen we dat gewoon nu doen? Laten we dat gewoon nu doen. Ik heb daar zin in. We gaan eens even kijken, want we zijn zo gefocust geweest de afgelopen afleveringen op ons huis. We gaan eens even kijken of we Meep een beetje kunnen verwennen. Of we misschien iets leuks voor hem kunnen kopen. Daarvoor moeten wij uiteraard even naar de plaza toe. Dus dat is niet hier. Ik vind het nog steeds zo... Ja, het is een beetje patserig hoor. Maar ik vind het nog steeds zo ongelooflijk vet. Dat ik geloof ik de enige ben met dat huge ass huis wat ik heb. Ik bedoel, deze is natuurlijk ook weer heel erg groot. Lijkt een beetje op een party gebeuren. Zou ik... Oh, wacht. Ik heb aangebeld. Oh, de door is locked. Shit. Het zou wel grappig zijn als je gewoon als een dief gewoon dingen kon openkopen of zo. Dat is echt iets voor mij. Om dan gewoon geld te spenderen zodat ik bij mensen kan inbreken. Like... Oké dan. Nee, we gaan eens even kijken of we naar de pet shop kunnen gaan. Die is daar zo. Ondertussen zwemmen wij even lekker. Hier kunnen we vissen, right? Oh, dat konden we ook doen. Ja, we konden een nieuwe hengel kopen. Want nu hebben we natuurlijk een beetje een skere hengel. Zeg maar, ja, skere is het niet per se. Maar we hebben een beetje een typische hengel. En we zouden, als wij willen, zelfs een nieuwe hengel kunnen kopen. Dat is pretty amazing. Maar eerst is het moment aangebroken dat wij met dit meisje gaan praten. Met haar mooie Meep City t-shirt. En wij gaan bij de shop gaan wij even kijken of wij een ander uiterlijk kunnen gaan kopen. Ik heb nog 2000 over. Wat vind ik leuk? Ik zou er een gamer van kunnen maken met deze game headset. Ik ga er een gamer van maken. I'm gonna do this. Of wacht, ik heb meer keuzes. Oh, ik kan er ook een koning van maken. Oh, dat is zo vet. Of een zombiehond. Oh. Dat is... Ah, dat ga ik doen. Ik ga er een zombiehond van maken. Ja hoor, jongens. Absoluut. Dan hebben we de normale hond. Ik ga er een zombiehond van maken. Bam. Bam. 1500. Is wel een hoop geld. Maar... Oh, kijk dan. Onze Meep is veranderd in een zombiedog. Oh, dit is amazing. Dit is zo... Besef dat het eigenlijk eerst zo'n mannetje was. Maar ik heb er gewoon een hond van gemaakt. Nou ja, jongens en meisjes, vonden jullie het nou een leuke video? Smash je blauw duimpje omhoog. Het was je boy, de tuber. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat in de comments weten aan welke kamer in het huis ik de volgende keer moet gaan werken. Daarvoor moet ik waarschijnlijk wel meer muntjes gaan kopen. Rip een bankrekening. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ik ga even lekker zitten en adios.